kijk naar het scherm en ziet alles gebeuren. Een wereld ver weg wordt de wereld dichtbij. Een blik op het leven, een wereld vol kleuren. Samen in beeld. Oranje Bova, Oranje Bova. Leven de koning en Maxima. Oranje Bova, Oranje Bova. Leven de koning. Dit heb ik ze al een keer aangeboden. Daar kan ik nu niet weer mee aankomen. Nee. Dat was nooit. Ik ga de bakker bellen. Ik liep altijd als een diet. Totdat de majesteit ineens genoeg had van de troon. En ons vertelde dat ze werd vervangen. Bakkerij Bouwman. Hallo, ik ben mevrouw Bakker. En ik hou van bakken. En ik wil graag iets koninklijks bakken. Oh? Koninklijks? Nou, dan mag ik eerst wel in vroeg of Geert het niet verreert. Geert! En daar kom ik er gelijk aan. Zet ook al op, hoor. Nou, wat je nou? Goedendag. Ik had een afspraak met de bakker. Oh, wat doe dat? Is de bakker er ook? Loop maar naar achteren, houden. Nou, mevrouw Bakker, het is leuk dat jullie bent vandaag. Ik heb gehoord dat jullie iets is koninklijks maken. We gaan hierover dacht. Ik heb voor de koningin alles poffert gemaakt. Oh ja. Toen was ze hier in Warffum en die hebben die alle koninklijkheden die hebben door van eten. Kijk. Ja. Dus ik kan nog nooit aankomen met poffert natuurlijk. Nee, nee. En wat hadden jullie nou dan gedacht om te maken? Ja, ik had toch iets met oranje soesjes of zo. Oranje soesjes. Nou, dan mag ik koningssoesjes maken. Ja. Goed, dan zal ik alles in voor je kloos zetten en dan beginnen we ermee. Dus dan heb ik al veel bakken al. En dan ga ik nou even de fondant in warm maken in de zon. Dit is de fondant en die heb ik nou warm gemaakt. Al deze soezen, die moet me zo bekant beuren. En dan moet dat dreunen en dan komt er straks slag in. Nou wachten we even tot dit uitgehard is. In tussentijd dan klap ik de slagroom even op en dan smieten we ze straks deur buiten even voor mijn slag. Dan gaan we die soezen allemaal in deur snijden. Ja. Meer is schaap, dan moet je even denken. Ja. Denk om vingers. Ik ben maar zo handig. En nou doen we de slagroom straks in. Leggen de pom in, ja, die bakjes. In die bakjes. Leggen de pom aan de randjes in. Komt er nog een keer weer een beetje slagroom af. En dan leggen we zo weer het dekseltje er zo weer bovenaf. Dat moet een beetje draaien. Ja, een beetje zo. Dat om, de figuur in. Of kijk, gewoon om eraan te houden. Oh. Dat is het allermakkelijkste. Oh. Nou ligt u daar. Kijk. Gaat nog niet zo roer. Dus als je hier nog een purist hebt, dan kun je ze mooi metnemen voor Willem en voor Maxima. Ja. Ja, liet je dat wat? Ja, dat is goed. Nou, oh, dat is onze blik me wel. Dat denk ik ook wel, ja. Ja. Als je deze nou een metneemt door Willem en Maxima, ja. Dan duim maar nog een keer. Maar ik moet even een enkel touw van Belgen. Ja, dat is goed. Het is me toch mooi, hè? Hoor wat? Kijk. Zo. Nou, kom maar. Zo. Hij ziet er toch niet van. Zo. Oranje Bova, Oranje Bova. We leven de koning en Maxima. Hartstikke bedankt voor deze leerzomermiddag. Nou heb ik wat aan te bieden aan de koning en de koningin. Ik hoop dat het morgen valt bij de koning en de koningin. Dankjewel. Ja, maar dit ben ik niet zo. Graag
zou ik wel een keer een dagje koningin Maxima willen zijn, maar dan alleen in haar kleding rondlopen. Verder niet zoveel. En ja, eigenlijk misschien ook wel niet dat iedereen mij zou herkennen. Nu wil ik vragen aan de mensen hier op de markt wat zij graag zouden willen doen als ze koning of koningin zouden zijn. Wie roepen ze de naam? Willem-Wie roept op Maxima. Zijne majesteit. Zonder ook een dag Maxima wil weten. Wie? Ik nooit. Nee, waarom nooit maar eens? Nee, het is nog niet zo slim in belangstelling. Je mag niks van hem. Wat ik zo wil? Dan heb je alle arme mensen een beetje meer doen. En dan zou je op je voedselbank moeten zitten te chanten. Ja, dat zou ik al niet weten meer. Nee? Nee. Nou, een dag oud of wat nee. Ander. Lekker eten. Als u een dagje koningin mocht zijn, wat zou u dan kiezen om te doen? Dat is wel een hele moeilijke vraag, vind ik. Nou, ik zou Nederland bijvoorbeeld een beetje meer christelijk willen hebben, omdat ik zelf... Christen ben. Ik zal lijf geen weten willen. Nee, oké. Okay, ja, maar is... kieker en dat. Voor een dag is dat nog tof of zo. Dat is misschien nog te nauw, ja. Maar ja, vrouwen wil ik ook al groot prinsesje weten, maar dat is nou ook wel over. Dat verandert op duur ook. Ja, zo is dat. Ja. Nou, dat is ook zo dat er meer tolerantie in de wereld is. Dat we elkaar accepteren zoals we zijn. Geloof, geaardheid, kleur, het maakt allemaal niet uit. Het liep me wel mooi te houden. Heb ik een mooie vrouw naast me verhoord. Dag of nacht. Vandaag gaan wij rollators versieren, want wij willen er mooi op staan als de koning en koningin naar Groningen komen. We maken er een wedstrijd van en de mooiste rollator mag vanmiddag mee naar Groningen. We hebben twee plekken in de auto, dus er kunnen maar twee winnaars zijn. Dus dames, doe je best. Ja, jullie hebben een kwartier tijd. Ik ben de jury en ze doen het hartstikke goed. Mevrouw Dijk, ja? Wat vindt u van Willem-Alexander als koning? Dat is een goede koning. Ja. Ja, dat vind ik wel. En wat vindt u van Maxima? Een prachtvrouw. Echt waar. En wat doet hij zo goed, volgens u? Hij regeert goed, volgens mij. Het komt allemaal wel in orde. Wat gaat u voor moois maken? Voor moois maken? Ja. Voor uw rolstoel. Nou ja, dat zie je. Dames, namens de jury hebben we een keuze gemaakt. Het was niet gemakkelijk. Maar wij dachten nummertje 1, dat is mevrouw Dijk. Ja. En nummertje 3, dat is mevrouw Van der Vlag. Ja, ja. Nou, voor de verliezers hebben we een prachtige taart. Wij staan hier in Bedum voor de Scheve Toren en wij hebben een voorwerp meegekregen. Maar wat is de functie van dit voorwerp geweest? Hoe moet ik hem vasthouden? Ik weet het niet, maar wij gaan het vragen aan de mensen hier in Bedum. Ik heb hier een heel oud voorwerp en mijn vraag aan u is, zou u weten wat de functie van dit voorwerp ooit zou zijn geweest? Ja, ik denk dat kan gewoon sporten. Sporten? Ja, okay. Dat kan ook zo gewicht hebben. Dat is voor, in Perzië iets groter wordt gebruikt gemaakt voor bodybuilding of zo. Je zou hier heel goed iemand een lauw mee kunnen geven, dacht ik. Honkbal of zoiets?
Ja, weet ik veel. Een knuppel. Ja, zoiets. Ik heb het idee dat je er iets mee gaat slaan of zo. Maar dan laat u wel een heel mooi motief achter op de persoon. Dat is zijn probleem, ja. Ik denk dat het iets van een beeldhouwer is, maar... Maar goed, het kan ook je een soort motieven maken. Dat zou misschien op degen bijvoorbeeld of zo overeen... Iets voor meel? Om meel uit te stampen, ik weet het niet. Of misschien voor een grote pot honing? Je tapijten, kan ook je tapijten helemaal... Multifunctioneel, ik hoor het. Geen flauw idee. Het lijkt als een soort rammelaar, maar... Ik zou zeggen, een vijzel of zo, of niet? Een vijzel om iets te voedselen, weet ik veel. Ik noem maar iets. In onveilige plekken kunnen we gewoon achter de deur gebruik maken en alles maar. Je bent wel heel creatief erin. Inmiddels staan we al binnen bij Erik en we gaan eens even vragen. Erik, wat voor voorwerp heb ik nou de hele tijd mee op sjouw gehad? Wat is de functie? Een heel bijzonder voorwerp en ik kan me voorstellen dat niet iedereen dit gelijk weet. Als je bij een professional komt, een bakker of iemand die een groot verpakkingen verkoopt, die weet hier iets van. Want wat is dit nou? Dit is een zogenaamde, ja, een bungel wordt ze wel eens genoemd. Maar dit werd gebruikt door een winkelier die destijds stroop verkocht. En stroop verkocht je per pond. En die winkelier die kreeg het niet per pond aan, maar die kreeg het in een groot verpakking. Dan ging die met dit gebruiksvoorwerp doorheen... Om daar vervolgens dat zo te doen, net als wij dat met het honingpotje doen. Maar vroeger ging men met zijn eigen stroopkan naar de winkel. En dan zat hij een hoeveelheid stroop aan. En net als wij die over de pannenkoek laten lopen, kon je dat met dit hulpmiddel heel makkelijk in dat stroopkannetje krijgen. En als die vol was, hadden ze een pond stroop. Heel erg bedankt voor deze uitleg, Erik.